Nog 75 kilometer en op de Oude Kwaremond breekt de koers helemaal open. De Nederlander Karsten Kroon voert de forsing met in zijn wiel een alerte Tom Boonen. Een vroege vlucht van 11 wordt op die manier snel teniet gedaan. En dan is daar weer, net als gisteren, de Duitser Heinrich Hausler. Hij krijgt als waakhond Sylvain Chavanel mee van Quickstep. Hausler ligt aan de basis van een vlucht van maar liefst 29 renners, maar wat valt meteen? Kijken wie er dan of mee is in het peloton als ploegmakers. En dan van daaruit kun je nog een neerpak organiseren. Maar dan wel niet als één ploeg, meerdere ploegen samen. Is er zeker en vast nog iets te doen. Vooral omdat hier een drietal vooraan zit van Quickstep met Boonen, Chavanel en de Volder daarbij. Dat er toch een pak ploegen gaan zijn of renners individuele die gaan zeggen van is dat wel de moeite om met die mannen door te rijden. Een beperkt groepje, hè? Ja, ja, man of 50 in totaliteit misschien daarachter nog die het dan gaan doen. Het is nog maar de vraag of daar voldoende grote blokken bij zitten die er nut aan hebben om terug te komen. Wat dichter bij de top begint het hier vooraan toch al een beetje door te wegen. Je ziet dat, maar dat is ook op dat steilere stuk. En daar komen de mannen van Quickstep nu toch wel aardig dichtbij. Op een seconde of 11, Karel. Ja, en over dat pelotonnetje dat toch overblijft, over die blokken waarover José het had, die zijn er niet echt hoor. Ik ben gaan kijken en de jongens van Milram zijn nog met drie. En één van die drie is dan Siolik, die dat werk niet kan gaan doen. Die derde die is ondertussen al weg. Die heeft zijn werk gedaan op dat vlakke stuk. Die hangt daar nu helemaal achteraan. Dan zie ik bij Katiusha nog McEwen, Napolitano en Van den Berg. Maar niet echt blokken van 6, 7 renners die hier kunnen organiseren. Terwijl Veclaire de beentjes weer voelt kietelen en gaat demareren vanuit het peloton met Siolik in het wiel. Niet oninteressant. Op die manier misschien die prijs dichten, om daar dan een beetje geruster te zitten en dan zijn zijn makkers ook van hun werk af. Ja, maar het is 40 seconden dichtpoefen op de trio, dat is niet simpel. Hè. Dat is, pas op, de eerste 15 dichtrijden, dat gaan nog redelijk snel gaan, maar dan overleven, bovenkomen en zorgen dat je erbij bent. Hè. Want als ze dan doortrekken richting Kwar of richting, hoe noemt het daar, Kruis? Weet je, als Siolek ook maar iets heeft van de klasse van de vroegere De Kouwer, is dat in geen tijd gedicht. Nee, maar Siolek heeft veel meer klasse dan de vroegere De Kouwer. Absoluut. Nog snel ook. Dit is Hunt die nog eens doortrekt. Karel. Over de klasse van Siolik. Siolik die Veclaire pijn doet en hem eraf rijdt. Ik denk dat Gianni Meersman de enige is die nog naar het wiel van Siolik kan. Siolik die daar de neutrale wagen voor zich uit ziet rijden. Dus niet zo ver uit de buurt van dat groepje Boon. Stijn niet easy. Bij de vooruitblik en de sportnamiddag op Sportza zei José de Kouwer, die gezien we overigens Siolik met, is dat Meersman? Ja, ik denk het. Houd die maar in het oog, die Siolik. Want als je het hebt over Cavendish, moet je ook over hem praten, omdat hij makkelijker over een bergje kan. Ja, sterker, hè? Veel sterker zelfs. Ik heb hem een etappe zien winnen in de Ronde van Duitsland, op een heel lastige etappe zelfs, na heel veel regen en toch bergop aankomst. En klopte daar toch wel iedereen. Degene die daar nog bij zaten, en dat waren er maar 20, dus dat was toch wel een sterk nummer. Maar heeft ze daar allemaal wel pijn gedaan? Vraag is natuurlijk, is dat nu wel verstandig, hè? En ik mis nadrukkelijk de mannen van Silans Lotto. Waar zitten ze? Worden ze hier op dit ogenblik weggereden? En moeten ze een beetje gaan herstellen in de buik van dat peloton? Niets
daar los te steken. Volé. Het is toch wel niet te geloven, hè? 29 man en geen enkele coureur van Silas Lotto in een Belgische koers in het openingsweekend. Eigenlijk is het een schande. Een afgang. Wel goed vertegenwoordigd Quickstep met kopman Tom Boonen die een uitstekende indruk nalaat. Maar ook Rabobank is, net als gisteren, bij de zaak. En toch vindt Hausler dat het niet snel genoeg gaat en de kopgroep wordt opnieuw uit elkaar getrokken. Gert Steegmans wil de goede vlucht niet missen en gaat op Nokerenberg in de tegenaanval. Dan moet Tom Boonen uit zijn pijp komen en dat doet hij ook. Ja, dat is gewoon, hè? Koers in de koers. Maar Steegmans blaast zijn motor op en moet in tegenstelling tot Tom Boonen passen. Uiteindelijk krijgen we een definitieve kopgroep van 13. Rabobank heeft Nuyens, Fletcher en Lezer, Quickstep, Boonen, Chavanel en Wijnands, Meersman en Ladagnou voor La Française des Jeux, Hausler en Hunt voor Cervelo en de eenlingen Kroon, Le Quatre en Aijzel. De voorsprong klimt al snel boven de minuut. Een van de 13 zal dus winnen. Maar het blijft erg lang windstil. Ze zitten zo gerust als een luis op een kam. Ah ja. Maar er gaan wel een paar luizen springen straks. Ja. En de eerste luis die springt is Jeremy Hunt. Hij krijgt Maarten Wijnands mee als waakhond en geraakt niet weg. Ook Boonen probeert het, maar ook hij mislukt. Nou, is nu met een serieuze patat hoor. Nu gaan ze moeten beginnen opletten. En ze letten op, want ook Nuyens krijgt geen meter ruimte. Nieuwe aanval van Juan Antonio Flecha op rechts. En ze zijn een beetje verrast, dus moet Chavanel zich weer op gang gaan trekken. En gaat hij dan toch eens winnen in Vlaanderen? Nee. Geen Flecha. Chavanel, jongens. Wat een... Het is een verschrikking. Het is hard tegen hard. Het is een verschrikking. Daar hangt de vod. Maar is dat de vod van de verlossing of slaat hij in het aangezicht, Karel? En het is geen toeval dat Fletcher links van de weg rijdt. Hè. Hij had beschutting achter die huizen. Komt nu weer in een open stuk. Maar ze komen dichter, meter per meter. En hij gaat het niet redden op die manier. Nee. Geen Fletcher. Chavanel, jongens. Wat een transfer. Buitengewoon wat hij doet. En was het vorig jaar bij Cofidis lekker allemaal voor hem, dan offert hij zich nu compleet op. En hij rijdt er gestaag maar zeker naartoe. Nog een kilometer. Nog een kilometer. En Fletcher maar doorzetten. Lezer die wat opschuift. Kan beter nog een klein beetje reserve houden, Chavanel. Dat het niet echt stilvalt. Hij moet erbij komen en kunnen doorrijden tot op zo ver mogelijk uiteraard. Opletten nu. Kijken nu. Opletten nu. Durft er nog iemand te gaan straks vol in de wind, Karel?
Ja, ik weet het niet, maar Nuis die zit hier nu op een metertje van die laatste man. En die zou zich nog wel eens durven lanceren, denk ik. Tenzij hij voor Laser die sprint wil aantrekken. Maar we zijn dicht, we komen op 500 meter van de finish. Dan wordt het lastig, maar heeft Chavalin nog power genoeg om dat tempo strak te houden? Want dat moet natuurlijk. Daar gaat Nuis. Daar gaat Nuis. Nuis die gaat om bonen uit zijn tent te lokken om van ver te moeten komen. Daar gaat Nuis. Met het gevaar van stil te vallen. En dan is het Jandori Hunt die naar dat wiel van Nuis kwakt. En Bonen die plakt aan dat wiel van Hunt. Nuis die niet doortrekt, ja, dat moet dan in functie van Laser zijn. Compleet in functie van Laser, inderdaad. Laser die zit dicht aan dat wiel van Bonen. Bonen die zich opspant als een kat. Daar komt Ladagnou. Daar gaat Hunt. Op het 200 meter van de streep gaat Hunt. Bonen er nu al naast. Bonen met zijn wilde rukken, maar hij rukt zich wel los. En hij gaat voor de twee... Even maar op. Hij staat er. En hij gaat er over een goede twee weken in Milaan Sanremo ook staan. En voor de Ronde van Vlaanderen zit hem maar op het podium. Nu al. Hij oogde goed onderweg. En pas op, hè. Niet makkelijk in een sprint waarvan iedereen verwacht hij gaat het doen, het ook nog doen. Niet evident, hè. Nee, sterk. Maar vooral toch wel 70%, nee, 50% op het konto van Chavanel schrijven. Bonen, IJssel, Hunt. Ik denk dat er niemand nog bekwaam was in de achtervolgende groep om het gaatje op Fletcher dicht te rijden, behalve Chavanel. Ridderlijk gebaar van Nuis. Eresaluut aan Bonen. Gespeeld en verloren. En ook Bonen niet echt één trap te veel geven. Met andere woorden, hier de achtste keer meedoen, heb je een pak ervaring en dan kun je winnen. En hier komt nu Meersman aan. Meersman die elfde gaat worden, zeker? Met Hausler. 12e. En met Wijnands. Die zijn verdiensten gehad heeft, zeker en vast. Zijn aanwezigheid belangrijk in die kopgroep. Ik denk dat hij meegekund had, maar dat hij daar een klein beetje in slaapgewicht is ook. En daar levert Tom Bonen al commentaar aan de microfoon van Karel Bertelen, collega van de radio.